Naast de kasteelfeesten, wiegenschaats, de kermis en carnaval geeft ook het gevelconcert dat speciale bij een wiegengevoel. En als je daar dan de muziek van het wiegenslied Het geluk in mijn hand onderzet, kijkt u naar de volgende sfeerreportage. Bij ons Leon Claus, die zojuist opgetreden heeft en het wiegenslied gezongen heeft, Het geluk in mijn hand. Leon, dat was een tijdje geleden dat je te zien was geweest in de openbaarheid, hè? Ik denk een jaartje, twee geleden was het bij jullie toen met de wiegensomroep in die tent. En dat was smiddags, want s'avonds had ik de tijd, dat kon ik ook niet. Maar ik deed het liever voor de echte wiegense, weet je wel, dat vind ik al het mooiste. Ja, wat is de reden waarom je eigenlijk ja hebt gezegd op dit project, zeg maar? De echte reden, ik stond achter het initiatief wat ze wouden doen. Nou, ik vond het eigenlijk de echte reden, ik vond het trots dat ze me vroegen. Ik vond het neer. En ik hoorde toen de melodie en alles. Ik dacht, ja. Ik moet wel achter nummers staan natuurlijk. Stond je volledig? Zeggen, ja, ik stond er helemaal achter, ja. Echt, maar en als je dan ziet hoe mensen reageren, handjes omhoog, iedereen doet meteen mee, hè? Ja, dat vond ik wel leuk, ja. Dan kreeg ik mijn oude gevoelige terug. Maar god, wat domme. Handen omhoog, ik heb, ja. Het was vroeger alleen maar handen omhoog, dus. Over eens even. Maar gaan we je nog vaker zien? Nee. Ik zei ook tegen de organisatie van, ik zie er ook een klein beetje, ook als niet als afsluiting van mijn carrière. Maar voor 99% weet ik heb bijna geen tijd, man, om overal te gaan optreden. Dus en als ik eerlijk ben, vind ik mijn liedjes, die ik met de kanaal, hartstikke mooie liedjes. Maar als ik nou met de gebroeders kom in de kanaal ergens zou en die zitten op, aan met de tempo. En dan kom ik van de Jad, TG, Veracity. Nou, dan zie ik de jeugd, die valt in slaap, man. Die vallen hem. Dan wordt het allemaal huppen. En maar met dit lied krijg je toch weer heel veel mensen mee, hè? Ja, maar dit is voor een andere gelegenheid, hè? Toch? Maar dat wil zeggen dat dit lied kwaliteit heeft. Ik mag al straks zeggen, ik vind het een waardig liedje voor Wiegje. Ja, dat meen ik eigenlijk. Het gaat over de mooie dingen. We hebben een filmpje gemaakt over op YouTube. Of YouTube, hoe heet dat allemaal? Ik ben ook niet zo modern. En dan zie je mooi. En dan, ik zat die beelden te bekijken. Dacht, godverdomme, Wiegje is mooi. En toch? Daar in de verte zie ik al de toren. Antonius Abt lacht mij toe. Zomaar ineens gaat mijn hart sneller kloppen. Daar is mijn thuis, is het goed. Het geluk in mijn hand door het tweestromenland. Naar mijn kasteel en de